heb honger! 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 Hop! We gaan eten! Honger, kinderen! Lavapier en meneer Zuleman, Gerard Zuleman, willen jullie het Floris-affiche samen zonder te veel ruzie loshakken en al dus de tentoonstelling openen? Doe het samen! Kom op! Keer je wel? Kom op, hè wel! Wat doen we? We snijden het eraf! We snijden het eraf! Open! Dank u wel. Kunnen jullie als eerste de expositie bekijken? Dit is de wethouder van de horen. Culturele zaken. Culturele zaken, mooi. Ja, hè? Lange bier. Samir was aan. Dus er zijn allemaal mensen die daar ik neem van elke film die waar ik wat mee te maken heb, had Jan de Boer wel. Dus de bizarre echt maar toen gehouden. Het is toch ook fantastisch wat ze allemaal hebben aangeleerd. Eens kijken. Tegenwoordig zeg je, de mensen zijn wel trouw, hoor, maar het wordt allemaal zo haastig. Ja. Ja. De mensen hebben van die moeten niet. Gavin, lieveling! Hier is er dan, mijn geliefde. Ja, dat heb ik even zitten op je. Ja, dat is wel te geloven. Echt waar, ja. Ik vond dat met mijn eerste liefde. Ja, leuk. Jawel, en dat zeg ik niet door de camera bij, dat nu ben, maar dat meen ik echt ook. Ja, je bent er nog steeds mooi, hè? Ja, van mij. Ja, ik ben het maar. Hier, wie is die knappe vent? Dit is een hele eer voor mij om Hans Boskamp uit te mogen beelden. Het was een geweldig acteur. U lijkt sprekend op. Dank u, dank u. Lange pier. Floris is voor mij, ik was 8 jaar toen Floris op tv kwam, was het eerste televisieprogramma dat echt indruk maakte. En ja, het was ook, denk ik, voor heel veel mensen voor het eerst een programma wat ja, echt was. Je zag geen kartonnen decors bewegen, omdat het in de studio heel saai was opgenomen. Het was echt, er werd echt gevochten. Er waren echte kastelen in beeld. Er was veel geld en energie, weet ik nu, gestopt in kostuums en in aankleding. Het was een jongensdroom. Ik denk dat Floris leuk is voor de mensen die als kind hebben gekeken en daar leuke herinneringen aan hebben. En die zullen, dat is al heel veel bovenkomen in hun gedachten, herinneringen bovenkomen borrelen. Maar als ze kinderen hebben, dan komen ze denk ik ook met de kinderen graag. En dan kunnen de kinderen hier zich verkleden als ridder. Directeur, ik heb honger. En dorst, zo te zien. We hebben dorst. Groot op de expositie. Dank u. Lange Pier moet je een beetje te vriend houden, hè? Jazeker. Kom, ik heb honger. Er zijn veel spannende momenten geweest in de aflevering, in de 12 afleveringen van Floris. Maar deze is voor mij ja, in mijn geheugen gegrift. Dit zijn Floris en Cinderella, maar je herkent ze niet, want ze zijn verkleed als pestdokter. Dus ze hebben zo'n kap op waar kruiden in zitten, zogenaamd tegen de ziektes. En ze tillen aan elkaar de stad uit. En ja, dit was spannend toen, hè? Ja. Ik heb er geen nachtmerries van gehad, maar het is wel hier goed bewaard gebleven. Dank u wel. Oh.
dat zie ik bij de paas dat je kan bellen. Ja, met die maskers. Het was een knappe vent. Heerlijke lummel. Je hoeft niet met mijn mee. De koning van Friesland! Stel je klungels! Aan dat ding! Vasthouden!